Ons moet die vermeervuldiger gaan berekenen voor een gesloten economie met een overheid. En ons wordt die volgende waardes gegeven. Grensverbruikseenheid uit C is 3/4 en die belastingkoers is 1/9. Nou moet ons die vermeervuldiger gaan berekenen. De eerste stap zou wees om die formule te gaan neerskryf. En daar ons werk nou met een gesloten economie, maar met een overheid. So die formule, ja, 1 minus C, 1 minus T. Die volgende stap sal wees om die waardes wat gegee is, in die formule te vervang. So ons het net 1 oor, 1 minus 3/4, en dan tussen haakies 1 minus 1/9. Nou moet ons hierdie gaan oplos. Waar begin ons? Nou, van julle sal nou onthou van skooldae af, Hendrik van der Merwe, hakies van deel, maal, ensovoorts. Ons is ekonome, so, ek onthou dit altyd om te sê, maar, mens betaal eers belasting, en indien daar iets oor is, dan kan jy gaan spandeer. So, ons werk eers met die gedeelte wat met belasting te doen het. En ons hou die res soos dit is. So, jy kan maar gaan neerskryf, 1 minus 3 oor 4, en nou los ek dit tussen hakies, dit wat met belasting te doen het, nou los ek dit eers op. 1 minus 1/9 is 8/9. Volgende stapie dan, ons vereenvoudig hierdie. 3 genoem self 1 maal, en 9 3 maal, en sien ook 4 genoem self 1 maal, en hy genoem 8 2 maal. So, wat bly oor? 1 oor 1 minus, nou hier het ons 2, en onder het ons 3. So 1 minus 2/3 en dis gelijk aan 1/3 en as ons dit oplos, dan is die vermenigvuldiger gelijk aan 3. Jy sou dieselfde oefening met jou sakrekenaar kon doen en eerder met decimale breke as met rationele breke te gebruik. Goed, op de som. Ons het een gesloten economie met die overheid. Ons moet die vermenigvuldiger gaan oplos. Eerste plek, identificeer die korrekte formule. Tweedens, vervang die waardes in die formule en los dan die formule op. Onthou, eerst dit wat met belasting te doen het, eerst dit tussen hakies, word eerst vereenvoudig en dan doen ons die rest.